We beginnen meestal met een algemene inleiding, waarin de kinderen eigenlijk informatie krijgen. Dat kan eigenlijk op verschillende manieren. Wat voor een klimaat je daar ongeveer zal gaan vinden in Indonesië, Stijn? Regenwouden tegenkomt. Of we lezen een stuk uit het boek. Daarin kan eigenlijk de talige kinderen kunnen al heel veel opnemen. En de begrippen worden nog een keer eigenlijk toegelicht dan door filmpjes op het digitale schoolbord. In de handleiding wordt eigenlijk al aangegeven hoe de tijdsverdeling per les loopt. Daar probeer ik mij als leerkracht ook zoveel mogelijk aan te houden. Dus een moment van dat ze informatie krijgen, een moment dat ze bezig zijn zelfstandig om die informatie te verwerken. En om aan het einde ook terug te blikken op de les van wat is er geleerd, wat hebben we de vorige keer gehad en wat gaan we de volgende keer ook krijgen en wat nemen we mee uit deze les eigenlijk de belangrijkste punten voor de volgende les. En eigenlijk doordat je al begint met die vraag en het eigenlijk gedurende de les er ook over hebt, merk je eigenlijk dat de leerlingen aan het einde van de les heel, eigenlijk die vraag eigenlijk allemaal kunnen beantwoorden. En dat ze ook duidelijk hebben van, dat was belangrijk en dat is eigenlijk het antwoord erop. En dat hebben we vandaag ook geleerd. Wie zou nou kunnen bedenken wat dat nou inhoudt? Het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond. Ik denk dat het noordelijk halfrond boven de evenaar is en het zuidelijk halfrond onder de evenaar. Ja, de begrippen die in de tekst ook belangrijk zijn en die misschien moeilijk voor leerlingen zijn, die zijn al in de in de handleiding zijn die al uitgewerkt eigenlijk. Dus als leerkracht kan je eigenlijk heel makkelijk al zien van deze begrippen die kunnen moeilijkheden opleveren. Die kan je natuurlijk mondeling toelichten. Sommige leerlingen hebben meer aan beelden bijvoorbeeld. Dus ook op de software kan je dus die filmpjes laten zien waarin de begrippen worden behandeld. Waardoor het wordt verduidelijkt. Les 2 van elk hoofdstuk, daar komt de topografie ook aan bod. Dus dan kan je door middel van de atlas, door middel van de landen en de steden die dan worden behandeld in die les, kan je eigenlijk je topografie ook aanbieden. En ook daarvoor is op de oefensoftware van de leerlingen, kunnen ze nog daarmee oefenen of extra oefeningen op het gebied van topografie. Nou, dan hebben we de quizmeester die is eigenlijk op het moment dat de kinderen ermee klaar zijn, kunnen ze zelf eigenlijk kijken van wat heb ik nou van van de les geleerd, wat weet ik eigenlijk nog. En daarom vinden ze het ook leuk om met z'n tweeën die quizmeester te doen. Ze krijgen daarin wat vrijheid om dat echt zelfstandig te doen. En daar merk je ook wel het enthousiasme van de leerlingen mee. Dit is quizmeester. Dat doe je meestal met z'n tweeën. Als je klaar bent met het werk, dan ga je kijken of dat je het hebt onthouden. En de ene krijgt, die leest de vragen. Ja. En de ander moet het opzoeken in de tekst die hier staat. En meestal heb je, als je goed hebt opgelet in de lessen, dan weet je het antwoord.